Hallo allemaal, vandaag voor jullie een product of the week filmpje. Ja, sorry voor mijn rare haarstijl vandaag, maar dit moest een dot zijn en die is uit elkaar gevallen. Heeft besloten van vandaag doe ik niet mee met jouw haargedoe. En vandaag dus, die heeft zijn eigen leven gaan leiden. Sorry voor dit rare kapsel, maar dat terzijde. Het productje of de productjes vandaag die ik met jullie zou willen bespreken zijn deze lipbalms. Lipbalms, matte lippenbalsems van Revlon. Die zijn al een hele tijd uit in Amerika en in andere landen. Maar bij ons in België zijn ze sinds een dikke maand ongeveer te koop. Of toch, dat ik ze gezien heb. Het kan zijn dat ze al iets langer in de winkels lagen, maar ik heb ze nu pas gekocht. En ik ga voor jullie deze twee bespreken. Zoals jullie kunnen zien, fel oranje lipje en dat is deze. Dus ik heb er een van de twee al aan voor jullie. Goed, dus wat zijn het? Dit zijn de lippenbalsems, zo van die potloodjes van Revlon. Waar kan je deze kopen? Deze kan je kopen in Inno en in sommige Planet Perfume filialen. Ik heb nog niet gezien of ze hem daar hebben, maar daar verkoopt ze Revlon ook. Hoeveel kosten ze? Deze kostte €9,95, €9,80. Pak ongeveer €10 voor één lipbalsempotloodje. Het zijn dus makkelijk aan te brengen lippenstiften eigenlijk, die in een potloodvorm komen. En deze zijn mat. Je hebt twee versies van deze lipburst. Je hebt er die glanzend zijn, die ook minder pigment afgeven. En je hebt de matte. Dus ik heb nu deze twee matten voor jullie om te laten zien. Ten eerste, heel erg handig in gebruik. Je draait het hier van onder aan en dan groeit het. En kan je eigenlijk heel gemakkelijk je lippotloodje, wanneer dat de punt eraf is, terug naar beneden of naar boven draaien, naar gelang wat je wenst. Doordat het nu een puntje heeft, brengt hij heel gemakkelijker aan. Dat puntje zal waarschijnlijk wel afslijten. En dan heb je wel een rechter stompje, maar ik denk dat dat even goed wel, als je een beetje oplet, mooi kan aanbrengen. Ze zijn mat, maar ze hydrateren de lippen wel. Je moet niet denken dat je echt een lippenbalsem aandoet. Het is meer voor een matte lippenstift zeer hydraterend. De kleurpigmentatie is heel goed en wanneer je ze aanbrengt, zijn ze ook een beetje muntachtig. Dus ze voelen ook een beetje fris aan op de lippen. Die muntachtige smaak die verdwijnt wel na een tijd. Maar in het begin is die wel zeer aangenaam. Wat ik er wel van moet zeggen is, als je droge lippen hebt, dus droge lippen met velletjes op, die al een klein beetje gebarsten zijn, dan moet je dit product niet gebruiken. Want dan ziet het er niet mooi uit. Maar wanneer je je lippen net gescrapt hebt, je hebt geen velletjes, geen droge plekjes, is dit een fantastisch lipproduct. Blijft goed zitten, voelt heel aangenaam, absoluut niet droog of plakkerig. Voelt heel comfortabel aan. Heeft veel pigment. En ze hebben leuke kleurtjes. Ze hebben geen uitgebreid assortiment, maar ze hebben wel nog wat leuke kleurtjes. Dit is de oranje kleur en deze die noemt Audacious? Ik ga gewoon een nummer zeggen, want het komt niet goed anders. Dit is 245 en dit is een mooie oranje kleur die ik momenteel op mijn lippen heb. En dan de volgende kleur die ik had opgepikt was deze 205 en dit is een rozige My Lips But Better kleurtje. Een heel erg mooie mat roze kleur. En ook deze, als je eraan ruikt, een lekkere frisse pepermuntgeur, waardoor dat die in de zomer ook lekker fris zijn om aan te brengen. Blijft helaas niet, maar leuk moment als je hem aanbrengt om dan zo'n frisse pepermuntgeur te hebben. Voor de rest, ik ben er zeer tevreden van. Zeker een must-have productje voor in de zomer te gebruiken. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Moest je nog vragen hebben over deze productjes, mag je het hieronder laten weten. En alvast bedankt voor het kijken en tot mijn volgende video. Bye!